Hoe het met Rijken gaat? Nou ja, bijzonder goed. Ja hoor, geen centje los. Hier hebben we Eeuwin. En daar ligt onze kleine lieve meid. Goedemiddag lieve vrienden, ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, hoe het met Rijken gaat? Nou ja, bijzonder goed. Ja hoor, geen centje los. Ja, oké, gistermiddag en dan kwam ze uitslapen en een beetje zielig doenerij, etc. Maar gisteravond sliep ze normaal ook haar blok en... weer achter dingen aan. Hierover staat de dame. Loopt de dame, kan ik beter zeggen. Was een... Oh, kijk. Zit er eentje uit haar bakje te likken. Ga jij daar eens even weg? Er zit niet eens niet wat in. Ja, krummeltjes. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Rijken daar. Kom eens kijken. Kijk. Hé, hey, moet je wat hebben? Nee, erin, ja. Dat gaat ze zometeen ook even krijgen. En dan moet ze medicijnen in hebben, moet ze krijgen. Maar, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Schiet ze zo op? Makkelijk! Ik heb altijd honden gehad, die moest dat niet. Nee hoor. Ze mag gewoon op kouwen, et cetera, dus ja, toppie. Het is een ontstekingsremmer, 6 dagen lang. En het moet niet op lege maag, maar ja, dat, ik heb gisteren, ze zijn van groot. Ja, ze zien er zo uit. En daarom moet ik bij de gleusje, ik kan dat niet doorbreken, dat lukt mij niet, maar even met een mesje. En toen had ik die helft, een helft weer doorgesneden en heb ik gisteravond een kwart dus gegeven. Nou, toppie, nu zit er nog een kwart in, maar ik krijg vandaag gewoon een half. Punt. Ja, dat gaat wel gebeuren allemaal. Maar oké, ik zal er ook uitlaten. Ik ben nogal laat, want ik nou ja, 3 nachten bijna niet geslapen en gisternacht al helemaal niet. Dus ja, dan wil je wel heel erg moe worden. Ik heb gisteren op Facebook heel weinig, bitter weinig gedaan. En ik heb wel een vlog in elkaar gezet en die naar YouTube gebracht, plaatjes gemaakt. Mien Heid, die had vandaag jaar kunnen zijn. Nou, ik ben zo moe geweest, ik heb het hele plaatje niet eens op Facebook nog. Nog gezet, dus dat moet nog. Dat doe ik vanmiddag wel even. Maar in ieder geval, dat doe ik altijd 's nachts, maar te moe ervoor. En ja, vanochtend. Ik had te diep geslapen, te vast. Hoe noemen jullie dat? De ene zegt vast, de ander zegt te diep, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik werd wakker met knallende hoofdpijn en nou ja, dan moet je er wel weer wat voor innemen. En ik had vannacht ook nog last van mijn maag, daar werd ik ook nog wakker van. Dus moest ik ook wat voor doen. Nou en vanochtend begon Rijka mij te plagen, tenminste net. Die werd wakker. En achter mijn voeten, nou, waar ik niet tegen kan, dat is dat er iemand of wat dan ook aan mijn voeten zit. Nee, daar kijk ik niet tegen. Blijf mijn voeten af, want dan ga ik gillig, word ik gek. Zet ze achter mijn voeten aan, onder een dekbed. Ja, hallo, hou op, klein kringetje. Dus dat bedoel ik, ze markeert niks meer. Dat beestje, dat is een wonder. Ja, echt een bijzonder wonderlijk hondje. Echt wel, maar in ieder geval, het gaat weer gewoon huppelend heen. Dus ja, ik ben trots op een beetje. Maar oké, okay, wij gaan naar de Juttersmarkt. Dus ik neem maar gelijk lekker mee. Ik ga op de booster, want het duurt me allemaal weer te lang. Ik rijd op de booster. Dan neem ik eerst een stukje gracht en dan ga ik met haar naar de markt.
En dan komen we weer terug, want ik meende dat er ook nog iemand zou komen. Dus ik mag wel opschieten ook. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, we horen elkaar later wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Hallo lieve vrienden, en we zijn weer eventjes terug in de ether. Ja. We zijn dus lang al een breed alweer thuis. Want ik heb ook een bezoek gehad van onze Sandra. En de Juttersmarkt zijn we over geweest. En dat was berengezellig, berendruk. Tenminste, het was wel echt druk, maar een heleboel hielden wel met alles rekening. Ja, alles stond keurig netjes uit elkaar. Er was ook wel meer markt dan het vorige week was. We hadden ook een beetje aan een rommelmarkt, ook uit elkaar zaten ze. Dus ja, er was wel meer vertieren, meer gezelligheid. Er was ook live muziek bij ons. Ik ben even zijn naam kwijt. Vorige week zei ik het nog. Heet je dat? Nou. Ik heb er al eens een keer bij hem op het terras gezeten. Ja, nou ja, boeien, lekker belangrijk. Maar in ieder geval, daar was live muziek, maar daar zaten de mensen toch ook uit elkaar van de tafeltjes. Oké, de mensen die bij elkaar behoren, die mogen bij elkaar zitten, simpel zat. En Sievert heet hij, Sievert. Dus ja, daar heb ik even langs gereden en... Ik kwam nog bekenden tegen, onder andere ook onze Wilma met haar vriend. Dus ja, allemaal hartstikke leuk. Mijn buurtjes kwam ik nog tegen tot twee keer aan toe. Dus ja, heerlijk, gewoon fijn. En de buurtjes zeiden, waar ging u gisteren al zo vroeg naartoe? Want ik keek uit het raam en daar ging u al heel vroeg weg. Ik zei, nou, ik zeg, die daar is geopereerd gisteren. Oh ja, dan wordt het vergeten. Ja, dat kan. Het is niet jouw hondje, dus ja, dan mag jij vergeten. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Het is allemaal gebeurd en de Rijker die ligt nou lekker in een mandje. Die slaapt weliswaar niet. Ik zal jullie even meenemen, want Eon ligt boven de rollator. Hier hebben we Eon. En daar ligt onze kleine, lieve meid. Hé, ja nou. Ja meisje. Lekker oefenen. Ja, doe goed hoor. Maar in ieder geval, het komt allemaal goed. En het is helemaal niet raar ook om wat kleertjes te kopen voor haar hoor. Nee, want Sander heeft een Jack Russell. Nou, dat is ook dus een terriergeval, net zoiets. En die heeft ook voor alleen nog de winter kleertjes. Zomer is het totaal niet nodig, maar moeten ze echt door, als het echt koud is, een fietsje en een rot weer, dan heeft het warm. Zoals afgelopen winter ook nooit, ze liep helemaal te vernikkelen naar de fysie. Jij hebt het ook koud, laat staan een beestje, want ze hebben amper haartjes. Dat zijn die korte haartjes, ze hebben geen dikke van zoals Frodo had. Dus ja, ik denk dat ik toch nog wel even gewoon een jasje of zoiets koop voor als we er onder de deur uit gaan. Maar dat komt allemaal goed. Ik moet eerst de maat even zien te versieren hoe ik dat hebben moet. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja hoor. Maar dat is later zorg, dus ook nog geen winter. Nee, en ik heb dat pakken, dat wassen en dan heb ik in ieder geval dat dingetje ook. Maar het komt ook nog goed. Zeg lieve vrienden, geniet ze. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Ik ga aan het werk voor weer een filmpje in elkaar te zetten. Want daar heb ik nog niet aan toe weten te komen. Ook omdat Sandra kwam. Dus ja, komt allemaal wel goed. En er staat nou eentje voor dat ik zo zit. Nou ja, moet ook kunnen. Ja toch? Maar ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Tot dan!